De meeste liefhebbers die in de Constateur passeren, hebben al decennia lang ervaring in de duivensport. Af en toe ontmoeten we een jongere die, ondanks zijn jeugdige leeftijd, uitzonderlijk goed zijn mannetje staat tussen de oudere garde. Mijn naam is Daan Rozen, ik ben nu 24 jaar. Ik ben een tweetal jaar geleden afgestudeerd als handelsingenieur. Daarnaast ben ik nu dan werkzaam als IT-consultant. En zoals jullie kunnen zien, ook actief als duivensporter. Ja, het mooiste is die duif zien komen. Hè. Dus van zo'n lange afstand, zo'n vroege duif zien komen. Dat is meestal uit het niets, want ja, je weet wel ongeveer wanneer ze gaan komen. Maar dan is het nog heel onverwacht dat je zo'n duif dan krijgt. En ja, dat moment, dat is waar we het voor doen eigenlijk. De jonge ingenieur uit het Limburgse Bocholt belandde in de sport, zoals vaak gebeurt, via zijn grootvader. Op een paar jaar tijd leerde hij van zijn grote voorbeeld zowat alles wat er te leren viel. Sinds een zevental jaar dat ik eerst samen met mijn grootvader gespeeld heb en nu zelfstandig sinds een jaar of vijf. Ik ben voor de eerste keer in aanmerking gekomen met de duivensport in 2008. Dus mijn grootvader, Arthur Machiels, die had al zijn hele leven duiven. En dus ja, er zo ingerold. Ik denk dat ik toen een jaar of 8, 9 was. En ja, mee gaan inkorven enzovoort. Hij had in die tijd ook een heel goede duif. En dus eigenlijk altijd op die duif gaan wachten. En op die manier ja, is de passie ontstaan. Zijn grootvader speelde de internationale zware fondvluchten. Die wedstrijden zijn de Olympische Spelen van het duivenspel. Barcelona, Po of Limoges. Veel liefhebbers, oud en jong, dromen van de overwinning. Ik speel ze alle 7. Dus mijn grootvader die was eigenlijk puur Barcelona en de rest was bijzaak. Ik speel alles, of ja, alle 7 vluchten. Dus het voordeel daarvan is dat het eigenlijk maar 7 weekends zijn, dat je daar echt volledig mee bezig bent. Dus als je bijvoorbeeld snelheid speelt, dan is dat een heel seizoen van maart tot september dat je continu daarmee bezig moet zijn om te kunnen presteren. Terwijl dat hier veel korter is. Het is wel evenzeer intensief. Maar het is voor mij makkelijker om als het korter is. Alles inzetten op die paar grote wedstrijden houdt wel risico's in. De foutenmarge wordt klein en de teleurstelling achteraf is bij een mindere vlucht des te groter. Bijvoorbeeld het eerste jaar hier op de nieuwe hokken, dat was in 2018. We hebben de duif eigenlijk in mei, half mei denk ik. Alles ging goed tot half mei. En in één keer was het, ja, kwamen ze niet meer naar huis en zagen ze er niet goed uit en waren ze eigenlijk een beetje ziek. We zijn toen bij verschillende dierenartsen geweest en heeft toen eigenlijk tot half juli geduurd, eer dat het opgelost geraakt. Maar dan waren eigenlijk 6 van de 7 vluchten al voorbij. En dan was eigenlijk het seizoen volledig voorbij. Dus, en dat is dan wel pijnlijk op dat moment. Je gaat dan toch maar weer verder, omdat het toch een passie blijft. Uiteindelijk is het in het jaar daarna wel goed gekomen. Na die moeizame start ging Daan verder op het elan van zijn grootvader. 2019 gaf wat dat betreft een droomstart. Daan werd eerste provinciaal kampioen op de eerste vlucht van Po. In datzelfde seizoen kaapte hij ook de eerste provinciale van Marseille weg en klokte op nationaal niveau zelfs de zilveren tijd op die vlucht. En vorig jaar eindigden 2 van zijn duiven als de 2 beste faunduiven van de provincie. Maar los van die gevulde prijzenkast blijft Daan een bescheiden Limburger. Ja, dus ik heb het geluk gehad dat mijn grootvader een heel goede duif had, die heet Polleke. Die was als vliegduif al heel goed, die vloog onder andere 4 keer Barcelona. Op 7-jarige leeftijd, op zijn laatste vlucht, vloog hij nog een 15e nationale Perpignan. En toen ik begonnen ben, dat was in 2014, ben ik terug begonnen, ben ik eigenlijk met die duif gaan kweken, de vinnen bijgekocht, vooral in Nederland. Dat is Nederlandse fondduiven. En daarmee gaan ja, kweken en al veel kinderen van hem gekweekt en daaruit ook weer verder gaan kweken. En dus dat is heel goed gelukt.
Dus dat geluk moet je wel hebben dat je met zo'n dive kan beginnen natuurlijk. En dat is een voorrecht geweest. Die polleke vliegt al een hele poos niet meer. Maar groeide intussen uit tot de stamvader van Daans hok. Nou, dit is onze stamvader Polleke. Hij is nu 17 jaar. Hij is nog in een redelijk goede conditie. Dus we zijn blij dat we hem nog op de hok hebben. Hij is inmiddels... alles komt er bijna uit. Dus ik denk dat 70% van de vliegploeg wel kleinkinderen of achterkleinkinderen van hem zijn intussen. Zij was bijvoorbeeld de vader van Rita, die de tweede Nationale Marseille won 2 jaar geleden. En hij is ook grootvader van Gloria, die vorig jaar de beste duif van Limburg was. De duiven die wel nog vliegen, worden voor het inkorven nog getrakteerd op een vederbad. Dus we hebben net de duivenpoel nog een bad gegeven. Ja, dat doen wij eigenlijk altijd op de dag van inkorving, puur om ze nog eens te laten relaxen. Alvorens ze straks ingekorfd worden. Ze zitten toch 4 dagen nog in, 4 of 5 dagen nog in de mand. Dus dan is het altijd fijn als ze nog even tot rust kunnen komen. En we zien ook dat ze er meteen in gaan. Dus voor de duiven is het ook een leuke activiteit. Ze worden nu vanavond ingekorfd, vandaag maandag. En dan, als het weer goed is, worden ze vrijdagmorgen gelost in Po. Dat is voor ons 981 kilometer. En we zien dat er nu relatief goede weervoorspellingen zijn. Dus relatief goed weer in de zin dat ze ook de wind mee gaan hebben. En dan verwachten we de eerste duiven s'avonds terug hier. Alleen daar hopen op. Ofwel s morgens vroeg. Dus dat gaan we moeten zien natuurlijk. Er bestaan verschillende manieren om je duiven te motiveren om naar huis te komen. Van die methodes is het nestspel een van de oudste en misschien wel de mooiste. De drang van de duiven om terug te keren naar hun nest, hun eieren of hun jongen, is met niets te vergelijken. Alles wordt op nest gespeeld. Dus duiven worden half mei ongeveer gekoppeld. En dan gaan ze op nest. In dit geval vandaag gaan we inkorven Po. Zitten ze op jongen van een week tot 8-9 dagen ongeveer. En op die manier gaan we ze inkorven. Dus we spelen geen weduwschap. Altijd hele koppels. Voor de rest worden gescheiden ingespeeld. Dus vanaf maart gaan we ze scheiden. En dan gaan ze een tweetal maanden, duivers en de vin apart. Voor de rest is het vrij simpel, alles op nest. We staan hier nu in een van de vlieghokken. We zien dat de duifjes op nest zitten. Deze duiven hebben nu allemaal jongen van een dag of 2. De bedoeling is dat zij volgende week op een jong van ongeveer een week gaan ingemand worden voor de internationale vlucht uit Agen. Het is eigenlijk een vrij simpel systeem, dus de duiven zitten op nest. We spelen zowel de doffer als de vin, dus ze blijven niet thuis. Dus altijd het volledige koppel dat meegaat. De hokken zijn een beetje gezellig ingericht. In die zin dat er ook wat schotels op de grond staan en onder bakjes. En er zitten ook altijd, bijvoorbeeld hieronder zitten dan duiven te broeden. Verder worden ze gewoon volle bak gevoerd. Dus we zien dat de eetbak volledig vol ligt. Dus ze krijgen zoveel eten als ze willen. Dat hebben ze ook wel nodig om die grote afstanden te overbruggen natuurlijk. En verder is het een heel simpel systeem. Wat mij goed ligt. Voor mij een van de grote voordelen is dat ik zowel de doffer als de vin samen kan loslaten voor de trainings iedere avond. Terwijl je bijvoorbeeld als je op weduwschap speelt, dan moet je ze dus geslacht apart loslaten, waardoor je dubbel zoveel tijd nodig hebt natuurlijk. Daarnaast is het ook een van de meest bewezen
methodes op de internationale vluchten, denk ik. Nog een voordeel is dat het nestspel Daan ook in staat stelt om met slechts een zevental wedstrijden per seizoen toch veel duiven mee te geven en zo zijn kansen te vergroten. Ook krijgt hij via het nestspel tijdens het seizoen al zicht op de kwaliteit van zijn kweek. Wat de kweek betreft zitten Daans duiven in grote volières. Het hok wordt ook beveiligd met alarmsystemen. Dat moet ook. Tegenwoordig gaat er heel wat geld rond in de duivensport. En dat lokt ook mensen met minder goede bedoelingen. Dus we hebben onze hokken eigenlijk goed beveiligd. En die zijn dat alles van een alarmsysteem voorzien is en ook van camerabewaking. We zien dat de laatste jaren jammer genoeg veel diefstallen zijn in de duivensport. Zeker bij de topliefhebbers. Er gaat natuurlijk wel wat geld rond in, bij de topduiven in dat geval. Dus daarom, dus als je een beetje goed speelt, loop je risico. En dus vandaar dat wij ook meteen gekozen hebben om alles goed te beveiligen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Daan bezwaarlijk nog een nieuw talent te noemen. Met de hulp van zijn familie is hij er nu al in geslaagd om heel wat te verwezenlijken. En hij toont met zijn palmaris en zijn bescheidenheid dat de duivensport ook bij de jeugd volop leeft. Veel jonge liefhebbers nu aan de top staan. Dus ik denk dat de echte toppers nu zo wat tussen de 30 en 50 jaar zitten op nationaal gebied. En ook hier in de omstreek zijn er toch wel een aantal jonge liefhebbers, zeker op de verdere vluchten, die nu begonnen zijn of toch al een aantal jaar spelen. Dus het is zeker niet dat er enkel oude mensen met duiven spelen.